Nieuw bij Gamersnet Gear, een airfryer. We gaan het behandelen. Dit is Peter, ik ben Tom en dit is de MSI airfryer zoals wij hem op kantoor noemen. Maar dat is het eigenlijk niet, Peter. Wat is dit voor een superschattige mini-PC? Het is een MSI Vortex. En de MSI Vortex is, en ik moet het ze nageven, want ik wil een lans breken voor een nieuwe soort PC-kasten. Het is hetzelfde als de auto. De auto is al 50 jaar hetzelfde. En dan kun je zeggen, ja, een Prius ziet er anders uit dan een BMW. Ze hebben allemaal vier banden, één uitlaat. Is dat wat je bedoelt? Het is toch min of meer allemaal dezelfde vorm. En daar wordt op gevarieerd. Ja. Er is nooit een auto die iets geks doet. En als dat bij de rij gezien wordt, is uitgelachen en weggehoond. En willen mensen het niet. Ja, behalve de Beetle dan, maar goed. Behalve de Beetle. wat een vette bak is trouwens. Ja, maar, hoe heet het? Eindelijk heb ik een keer een PC-kast die geen cliché PC-kast is. En ja, hij lijkt een beetje op een airfryer. Ja, of wat we eerst zeiden was een soort mini-prullenbak voor op de badkamer. Nice. Heel futuristisch, uit de Sims, weet je wel. Ja, die ook zelf ook recycled. Ja, ja, en tegen je praat en zo. Die zit eentje in de Sims, daar moest ik heel erg aan denken. Maar onze Leon Stougie kwam binnen en zei, het lijkt net een airfryer. Nice. Ook qua formaat. Ja. Maar het is... Dat je praat. Well, I see it's your period. TMI. maar het is dus de Vortex en het is een mini-PC. En je bent zo te zien al te spreken over het design. Ik moet ook zeggen, het is wel pleasing. Ik vind het fijn dat we een keer iets anders hebben dan alleen maar die bakken. Ik bedoel, ja. Maar ik snap bakken ook weer wel. Want ik kom gelijk komen bij een dingetje. Dit is geen customizable PC. Dat ga je gewoon niet doen. Nee, dit hou je... Want dat ze de shit die hierin zit, hier hebben in kunnen passen, dat is dikke hulde. En het fijne aan dat alles een rechthoekige doos is, is dat het dus alles kun je erin toepassen als je zelf PC's bouwt. Daar is dit dus niet voor. Nee. Maar ik vind het wel tof dat we een keer een ander soort design zien. En het is oprecht gewoon heel erg petit. Wat ook wel weer fijn is. Want MSI heeft natuurlijk bijvoorbeeld ook die Trident die je dan makkelijk onder je tv kan zetten als console. Ik zou dit liever onder mijn tv zetten dan die Trident. Ik vind dit echt voor LAN-parties. En dit is ook nog eens, hij kost heel veel geld. En er zit ook veel meer in dan in een Trident. Ja, even over de prijs gesproken. Deze modelletjes die beginnen bij, ik geloof, €2700. En ze lopen op tot €3600. Wij hebben deze van 3000. Ja, dit is een €3000 model. Er zit een 1080 videokaart in. Ja. 4,2 gigahertz snelheid. Nieuwe Intel processor. Ja, het is ook een zevende generatie. Dus Kaby Lake. Kaby Lake, processor. En gewoon 16 gig RAM en wat andere leuke moederbord dingetjes neem ik aan gewoon. Maar dus wel allemaal heel klein. Het is wel allemaal heel klein. Maar het is niet een volwaardige 1080, denken we. Want we kunnen hem niet openhalen. Maar ook als je kijkt naar de achterkant waar de poorten zitten voor de video-uitgang en zo. Ik denk ook niet dat het 1080... echt in het midden. Ik denk niet dat dit een volwaardige, of in ieder geval niet een consumenten 1080 is. Nee. Dat kan haast niet. Want het is... Dus hij moet custom beeld zijn. Ik denk dat dat ook een deel van de prijs is van het apparaat. Dat die videokaart die erin zit waarschijnlijk een custom beeld... Van MSI zelf is. Van MSI zelf is, die niet zomaar in de schappen ligt. Hebben ze hem opgevouwen of zo? Dat het echt zo'n videokaart... Ik weet niet hoe het werkt. Er is gewoon één Taiwanese die echt zoiets had van... krak! Oké, dit past erin. En het werkt toevallig allemaal nog. Ja, nee, want het is wel een 1080 die dus gewoon 8 gig DDR5 videoram heeft en dergelijke. Dus je moet wel gewoon de volwaardige prestaties verwachten. Ik neem aan dat jij er wat lompe games op hebt gezet. Ik heb weer een keer Total War Warhammer opgestart. Dat is best wel een zware game voor je processor. Gewoon ultra. Bam! Gewoon schoon aan de haak, ultra Total War Warhammer. Ik heb wat gameplay gemaakt van een aantal andere games. Je hebt met deze PC geen last van dat het hiccups heeft op hogere settings. Nee, maar je hebt dan ook een van de top-notch videokaarten en je hebt een nieuwe generatie. Volgens mij is het een 770K, toch, de processor? Dus je zit wel echt in je topsegment meteen. Ik kijk even mee. Ja. Oké, 770K. Nee, 7700. Sorry. 7700. Dat is nog 10 generaties terug, zeg maar. Ja. Maar nee, inderdaad. Oh, en hij heeft lampjes. En daar wil ik toch even wat over zeggen. God, nee, niet meer. Jawel. Please, laat ze alleen maar rood zijn. Please, laat ze alleen maar rood zijn. Oh, je kunt ze allemaal instellen, maar ook 5 losse segmenten. Dus je kan, let op, je kan dit lampje anders instellen dan dit lampje. Dat is echt super vet. Dat wil je. Oké. Wat is daar het praktisch nut van?
Dat je bijvoorbeeld, stel je voor, ik ben eigenaar van gamersnet.nl en onze voerkleur is blauw. Dus als ik op een LAN-party ben, wil ik dat iedereen die langsloopt blauw ziet. Maar ik zelf vind blauw helemaal niet lekker om bij te gamen. Ik game liever in rood. En dan maak je mijn zijde rood en de achterzijde blauw. Super handig natuurlijk, ja echt. Ik heb overal een oplossing voor, wat ja, fijn hè? We hebben al, mocht je dit voor het eerst Games of Gear kijken, we hebben het al heel vaak over LED-verlichting en dat het best wel soms enorm nutteloos is. En dat we eigenlijk zeggen van wow, time-out, we hebben niet altijd alle kleuren van de regenboog nodig. Peet vindt van wel, want dan kan hij op LAN-parties en rood en blauw naar buiten dragen. Nou ja, ik zou zeggen, in mijn defense, jij vindt het ook altijd bij alle regenproducten heel belangrijk. Nee, niet dus... als het iets praktisch doet. Oh ja, alleen dus als je moet stoppen met typen dat hij rood wordt. En als je mag doorgaan dat hij groen nee, wordt. Maar dat je in een game, weet je, als je weet dat je ultimate klaar is, dat dan die knop licht gaat geven ofzo. Weet je, dat vind ik dan praktischer nu dan gewoon lampjes ja, die alle kleuren kunnen. Ja, maar hij kan ook flikkeren en regenboog. Oké, en door. De MC Vortex, een nieuwe... Ik had nog wel een vraagje, want je hebt natuurlijk over die prestaties dat er alles ultra klapt. En we hebben het over dat het ding heel klein is. Meteen mijn eerste gedachte is, houdt het ding zichzelf wel goed koel? Want er is natuurlijk wel veel minder ruimte voor een goede airflow of waterkoeling of wat dan ook. Dus wordt het ding niet ontzettend heet na een aantal van die potjes total war of zo? Nee, hij wordt warm, maar niet extreem. Maar ook niet dat hij gaat opstijgen, dat het echt een vortex wordt qua... Nee, echt helemaal niet. Nee, hij maakt natuurlijk elke PC maar iets meer herrie als er zo'n zware game op staat. Maar niet extreem. Ik snap ook niet hoe hij het doet. Het is het, nee, maar ik zeg, het is een magie. Het is echt super vet. En we zien, how does this even work? Ja, ik weet het serieus niet. Hoe ze dit allemaal erin hebben gefrot? Ja, nee, oprecht. Nee, het is er goed ingefrot. Het is er goed ingefrot. Ja, als het allemaal werkt. Ja. Mooi. Maar dan goed. Wel voor. Een fucking topprijs die nergens meer op slaat. Dat is het is een nicheprijs voor een nichemarkt en een nicheproduct. Maar, en dat is het leuke aan nicheproducten, die proberen af en toe wat nieuws. En dat doet de Vortex wel, met een nieuw design. En dat is best wel verfrissend in de wereld van PC-gaming. Ik zal de eerste zijn die toegeeft dat je inderdaad je portemonnee moet trekken als je in de frontlinie van de nieuwe gevormde gamekasten wilt zitten. Ja, maar voor dat bedrag kan ik ook zelf een PC daar bouwen. Daar gaan we mee stoppen, hè. Die afspraak hebben we een aantal afleveringen geleden gemaakt. En daar gaan we mee stoppen, hè. Want dat weten wij ook wel. Dus we zijn niet dom. En dat is een dooddoener inmiddels. Ja, plus, je kunt voor dat bedrag niet dezezelfde PC bouwen in de vorm van een airfryer. Want dat kan MSU nu voor altijd zeggen. Nee, dat kan helemaal niet wel. Dit is deze vorm. Sluit jij af of laat het hierbij? Ja, we laten het hierbij. Echt? Oh, okay. Ja. Kijk op al onze items. Gamersnet.nl. Yo. Facebook, Twitter, Instagram. Dit was Peter, ik ben Tom. Gamersnet.nl.